Oh, die zit er mooi in, hoor. Mensen die buitenspel staan weer betrekken bij het gewone leven. Daar gaat het om bij het straatvoetbal voor dak- en thuislozen. Nick Jansen is speler van Eindhoven. Ik vind sport is heel belangrijk, zeker in die situatie. Ik bedoel, sommige mensen grijpen naar een blikje bier of alcohol en zitten thuis heel de dag of in de opvang. Of... Kijk, maar ik zoek mijn oplossingen toch ergens anders om gewoon met het probleem om te gaan. Dat is voor mij sport. En voetbal sowieso vind ik heel leuk. Jansen stond op straat toen zijn relatie uitraakte. Hij was werkloos en hij had geen geld. Ik sliep buiten, bijvoorbeeld bij vrienden, maar op een gegeven moment houdt het een keer op. En financieel had ik toen niet de middelen om iets te huren. Dus ik moest gaan kijken naar een oplossing en dat was hier een opvang. Vanuit daar ben ik begonnen en ga je steeds een stapje omhoog. En nu heb ik een eigen appartement gekregen via Plan Door. Dus het heeft mij heel, heel, heel goed geholpen. Dit is Soufiane Toussani. Hij is de bondscoach van het Nederlandse dak- en thuisloze team. In september is het WK in Amsterdam. Toussani is hier op zoek naar talenten. En die moeten meer kunnen dan alleen goed voetballen. Je kijkt naar gedrag. Past zo iemand in het team? Gaat hij voor problemen zorgen? Zo ja, wil je die uitdaging aangaan? Is het zodanig een probleem dat je denkt, dat durf ik niet aan? Of heeft hij dat wel verdiend? Misschien geldt dat wel voor Nick Jansen. Hij wil best wel. Wie weet ziet hij, val je op en heb je een kans. We zullen zien. Het laatste woord is aan de bondscoach. Mag er maar 8 meenemen. En of dat dan iemand van Eindhoven wordt, die vraag hou ik niet alleen in het midden, maar die weet ik zelf nog niet om die te beantwoorden.